Waterjager is de titel van de debuutroman van Chris Polanen. Dit boek is gisteren in het Cultureel Centrum Suriname, CCS, gepresenteerd. Heimwee naar zijn geboorteland Suriname was voor Polanen de drijfveer om dit boek te schrijven. De schrijver is op 20-jarige leeftijd naar Nederland vertrokken om diergeneeskunde te studeren. Ik was nooit van plan om in Nederland te blijven, zegt hij. Vanwege zijn gezin en de moeilijke periode in Suriname toen, koos hij ervoor om toch te blijven. Maar het verlangen naar zijn geboorteland werd groter, daarom begon hij te schrijven over Suriname. Als ik heimwee had naar een tropisch land, zou ik ook wel een roman kunnen schrijven. Hij heeft geluk gehad. Een inspiratiebron cadeau gekregen. Anderen moeten maar zien waar ze die vandaan halen. Weinig mensen weten hoe echte heimwee een leven verstikt. Van de 34 jaar die ik in Nederland woon, heeft heimwee mij het grootste deel van de tijd stevig in zijn greep gehad. Ik had alles wat de meeste mensen tevreden zou stellen, maar heimwee fluisterde altijd dezelfde woorden. Opborrelend uit een moeras van verlangen en herinneringen. Ik wil hier niet zijn. Dat was Chris Polanen, auteur van de roman Waterjager. Dit boek speelt zich af in de toekomst van Suriname. In zijn roman vertelt hij hoe Paramaribo onder water is gelopen. Tijdens deze situatie keert de hoofdpersoon, Joshua, na 20 jaar in Nederland wonen, terug naar Suriname voor een ontmoeting met zijn broer. Deze broer handhaaft met harde hand de orde in de stad dat bevolkt wordt door vissers, goudzoekers en commerciële sekswerkers. De baas van Paramaribo. En dit is een stukje van het eerste gesprek met zijn broer die hij na 20 jaar weer terugziet. Hij noemt Joshua Sriba, dat is de bijnaam die hij in zijn jeugd al had. Als je zo over het water kijkt, lijkt het alsof Paramaribo verlaten is. Maar er zijn wel mensen, veel mensen zelfs. Ze komen af op wat er hier in overvloed is. Vis, goud, ruimte en valse hoop. Ik zweer het je, Sriba, er zijn dagen dat ik iedereen die tegenkom dood wil slaan. Niet uit kwaadheid, maar om ze uit hun ellende te verlossen. Wij stammen af van slaven en arbeiders die door de Nederlanders hier naartoe gebracht werden. Mensen die een kort en ellendig leven leiden. Die afstamming geeft ons recht op dit land. De vis, het goud en zelfs het vervloekte water zijn van ons. Als buitenlanders daar een deel van willen, moeten ze belasting betalen. Chris Polanen, auteur van de debuutroman Waterjager, die gisteren in het CCS is gepresenteerd.